dan naar de wc. Echt nog geen 10 minuten in de auto. Dus nu gaan we even een plekje opzoeken om te plassen. En Shane is al in slaap gevallen. Die slaapt normaal altijd tegen 11:30. Maar nu was hij ineens weg. Dus dat is fijn dat hij nu even kan slapen. Oh, en het is vaderdag, hè? Liefste papa. Nou, tot zo. Cadeautje. Macy. Ian. Waar ben je? Optimus Prime. Goed zo, Mees. Optimus Prime. Wij zijn net aangekomen en we zijn nu in het hotel. En het begint in één keer heel hard te waaien en te regenen. En te stormen. De bomen gaan helemaal heen en weer. Ja, ik denk ook dat het gaat stormen. Ja, het is best wel... Hoor je dat? Onweer. Maar goed, we zijn er. En we zouden even buiten gaan rondlopen. Want je hebt hier een winkelcentrum en zo met van alles en nog wat. Maar gezien dit weer... Denk ik dat we maar hier beneden in het restaurant gaan eten. De slaapkamer. Groot genoeg voor ons allemaal. Slaapkamer, hotelkamer. Ja, alleen maar dat het gewoon elke dag mooi weer zou worden. Maar bij mij stond er dat het bewolkt zou worden. Ja, bewolkt? Heel hard. Optimus Prime. Wat ben jij geweest? Snap je? Oh, oeps, ja, nee, dit is hem. Dit is hem gebeurd. Papa, niet vergeten om mijn ruiten. Nou, nu gaat iedereen douchen. Zo. Maar wie gaat eerst? Slapen. Shane, er slapen hier mensen, hè? Nee. Ja. Want wat zeg je? Want ik met je en ik oud. Je moet niet schreeuwen, hè? Wel. Nee. Wel. Zijn mensen... Er zijn hier mensen aan het slapen. Ho! Ze hadden hier op de kamer zo'n leuk Pac-Man spelletje. Die kregen we gisteren niet aan, maar vandaag heeft Macy hem aangekregen. Dus we kunnen ze even spelen. En wij zijn ons nu klaar aan het maken om te gaan ontbijten. En dan gaan we hier weg. Ja, mooi hoor. Oh, heb jij een beetje tampen staan op je mondje? Wij hebben zo overdwars geslapen met onze kussens hier en Macy lag hier en ik lag daar en Ian lag daar. En hier lag niemand en daar lag Shoe met Shane. En op een gegeven moment is Macy dus hier uit bed gevallen. Zo boem, op de grond. Dus toen heb ik Macy in het midden gedaan. Dan ging ik naar de buitenkant en Ian daar. Maar ik heb niet geslapen en om 6 uur werd weer wakker. Ja, dus we gaan nu weg. Even hier kijken bij het winkelcentrum. En daarna gaan we door. Mama? Haar is nog nat. Ja.
ook niet Nintendo meegenomen naar Frankrijk. We zijn dus net aangekomen in de hotel bij Disney, Sequoia Lodge. En het is hier gelijk al een troep natuurlijk. Ik heb de tassen net uitgepakt. Hier is een bed en hier is een bed. Even kijken hoor, hier buiten. Ik heb nog helemaal niet gekeken. Oh ja, daar is wel zo'n chill plekje waar je kan zitten. En tv'tje. Deze ga ik nog eventjes proberen, want er zijn wel wat koffietjes. Je gaat het niet proberen, je gaat het drinken. Ja, ik ga koffie drinken. En spiegel. Nou, ik heb het allemaal even snel hier uitgestald, zodat het in elk geval even uit de koffers is. En hier heb je dan zeg maar een wasbakje en zo waar je tanden kan poetsen. En dan de badkamer met bad. En wc achter de deur. Kraakt een beetje. Even uitzoomen. Hier kom je dan dus binnen. Dus, dat was het. Maar Aaron wilde dolgraag in huis. Waar zijn we? Oh daar, ja, ik zie het. Nee, nee. Kan je dit dan goed zeggen? Ja. Oh, kan nog even mee op schoot. Dat mag ook. Ja, wij zitten in een kopje, hè? Wij zijn dus nu weer terug in het hotel nadat wij de hele dag weg waren. Maar Disneyland Parijs! Wel... Ja. Onze voeten zijn nu echt kapot. Echt, het is zo'n groot park en er is nog zoveel om te zien. Dus gelukkig hebben we nog meer dagen waarbij we dat even kunnen doen hier. En Maisie heeft net zo'n Belle en het Beest cadeauset gekregen. Dus daar is ze nu mee aan het spelen. Zometeen allemaal eventjes douchen en in bad en zo. En dan gaan we morgen dus weer het park in. Dan gaan we kijken wat we allemaal nog meer kunnen doen. Want je hebt ook nog zo'n hele Marvel gedeelte. Dus dat willen we ook nog even zien. We zijn in de attracties geweest. Eén moest je 3 kwartier op wachten. En het moest dus per kind. In de rij gaan staan en iedere keer 3 kwartier wachten. Oh, daar staat het. Oh ja, ik ga met je kijken. We zijn nog in spannend draaiende kopjes geweest. En daarbij was de wachttijd de eerste keer 10 minuten en daarna 5 minuten. Dus dat viel mee. Dus voor nu ga ik hem even afsluiten en dan gaan we morgen weer verder. Oh. Een beetje nodig, hè? En daarna gewoon weer met die Ecodanta. Ik was helemaal vergeten te zeggen dat mijn batterij van mijn telefoon op was. Dus daardoor miste gewoon echt een heel groot stuk van de dag. Maar we hebben dus de prinsessenkasteel gezien, wat we heel graag wouden. En mijn hele lippenstift is eraf. Oh ja, ik heb dus 4 Huda Beauty lipglosses. Lipgloss een gekocht vandaag. Nieuwe ring. Zo'n Fatima Kamsa handje. Maar het is gewoon echt heel veel, zoals ik zei, en heel veel om te zien. Dus we gaan even morgen weer verder. Gelukkig zijn we hier sowieso nog 4 dagen in het park.
Dus ja, dat is dus de reden waarom eigenlijk een heel groot stuk mist. Kind met huisstofmijtallergie gaat gewoon onder de bed kruipen hier. Kijk, ik speel verstoppertje. En laten zien, wat hebben we hier? Dit is Minibelle. En Minibelle heeft ook een paardje. Die zit nu weer aan het borstelen eens. En die is er nu aan het borstelen. Nu ga ik ze de rest van haar beestjes borstelen. Haar varkentje en haar schaapje. En dan ga ik ze even daar binnen om wat thee te drinken. Ah ja. Heel goed. En nu ga ik het opdrinken. En dan ga ik haar eigen haar doen. Macy heeft deze vandaag nog gekregen. Ik zou laten zien hoe het werkt. Ja, nu moet ik stoffertje doen en dan gaat de vleugels open. Dan gaan de armpjes open, toch? Er zijn vleugels. Er zijn vleugels aan de voorkant. Silus. Bits. Hocus pocus, die laten ze pas. Ik wou dat de vleugels open zijn. Ik wou dat de boring was. Oeh, geen vandaag gekregen. Ja, laten Speed met Franse liedjes en zo. Ik wil jullie laten zien. Ik wil even laten zien hoe dit werkt. Je moet de wolken terug bovenop zetten. Oh, oké. Okay. En dan doe je dit dicht. Oh. Dan kan je het aan je hele familie doorgeven. Vet cool. Want dit is een familiedoorgeefdoos. Oh, familiedoorgeefdoos. Interessant. Ik heb het gekregen bij Disneyland Parijs, want we zijn nu in Frankrijk. Ja, dat klopt. In een geheime kruisje. En we wonen in Nederland. Ja, we wonen in Nederland. En we zitten nu in de slaapkamer van ons hotel. Ja, dat klopt. Er zijn nog meer Franse mensen in het hotel. Ja? Ja, dat weet ik. Ja, dat klopt. Maar ook heel veel Spaanse mensen, hè? Ja, heel veel Spaanse mensen. En wij praten zelf Spaans. We kunnen ook Nederlands. Omdat we uit Ierland komen. Ja. Mooi hoor. Ik ga laten zien wat... Spider-Man. Win for 2 hours. Mini tradition. So cancel your plans. 2 hours? Why is it called ropa vieja anyway? That's just old clothes. Because it's stringy, I guess. Wait, what are you doing? I can cook it faster. Why are you screaming? I just forgot my Zit je daar keurig? Dag, waar het is. Ik kan je wel helpen. Skibidi dop. Oké, dit is dag 2 trouwens. Oké, wacht even. Ja. Een beetje moeilijk om geen te filmen, want anders gaat het vooral weer. Hey.
staaien. Wop, wop, wop en gang, gang. We zijn nu aan het wachten op de parade die er zo meteen aankomt. Dus nog 10 minuutjes. Net weer terug in een hotel en het was echt een zware dag, echt waar, mijn voeten doen pijn. Ze deden eigenlijk nog pijn van gisteren, maar het was wel heel leuk. De parades gingen gisteren niet door vanwege staking en vandaag gingen ze dus wel door. En bij de eerste gedeelte sliep Shane en bij de tweede heeft hij het gelukkig wel kunnen zien. Dus we hebben net de bus terug naar het hotel genomen en we gaan nu de kinderen in ontbeten hier in het hotel vanochtend. En daarna gingen we dus zeg maar het park in en we hebben dus net geluncht in pizzeria van Disneyland inderdaad. Nou, ik vond het niet echt een aanrader, maar... we hebben net de bus terug naar het hotel genomen en we gaan nu de kinderen in bad doen. En dan was het eigenlijk de bedoeling om vanavond naar die lichtshows te gaan. Van lichtshow. Van dat kasteel. Ik ben benieuwd of we dat nog gaan redden. Ja, je denkt van wel. Ik ben echt heel... Anders ga je alleen. Hallo. Morgen wouden we naar Parijs gaan, toch? Morgen wil ik graag naar Parijs gaan. Jullie ook, toch? Ian en ook zijn nu even aan het... iPad en Macy is weer aan het spelen met haar bellen en we hebben wat boeken van de Biep uit Nederland mee en daar is Shane mee bezig. Dus straks nog eventjes een stukje van de... Oh ja, we hebben vandaag heel veel leuke ontmoetingen gehad met de personages en zo, dus dat was wel leuk. Dan film ik straks nog eventjes een stukje bij de... Met een Sophie, Donald en... Incredibles. Ja, en Incredibles. Ja. En bij die
Avenger gedeelte hebben we natuurlijk Black Panther gezien, Iron Man, Captain America, Spider-Man en Black Panther. Ja. Ik kan niet, ik ben moe. Maar je hebt wel op een harde vloer gezet. My patient is weak. So the game in my face. I'm in the disarray. Waarom zou ik alle bogen omhoog? Ja, pas op, hè. Dan moet ik van papa mijn elleboog omhoog. Omdat mensen allemaal voorkruipen. Café Glacé, een ijsje en ik heb een frozen latte mango. Best wel oké. Frozen? Dan let ik go. Let's give it a pop up, mensen. Nou, daar gebeurt iets met Chinese vlaggen en Franse vlaggen. Kinderen zijn moe, dus we hebben heel even pauze. Even hier zitten, even bijkomen en dan lopen we weer door. En Shane is nu aan het slapen. Het is ook wel echt heel erg warm hoor. Het is 27 graden. En ja, we lopen de hele tijd volop in de zon. Dus dat is wel pittig. De weg wordt trouwens helemaal geblokkeerd door dat ding. Wie zat er nou in, zei de Chinese president? Interessante mensen met koffertjes en zo. Dit is echt niet gezond hoor. Hoe iedereen hier rijdt, ik kan dit niet. Dank je. Oh wow, die zijn echt mooi. Kijk hier, kijk deze Porsche. Zoals ze dat van boven
als jullie trouwens een plek zoeken om iets lekkers te eten in Disneyland Parijs, dan moet je echt bij Billy Bob zijn hier. Echt super lekker. Ik wil weer met mijn volle buik daar hier op. Ja, wacht even, ik ben bezig. Working the camera. Ik ga niet met foto met Captain Noob of zo. Nou, wij hebben vandaag dus een hele leuke dag gehad. We zijn naar de, hoe heet dat ding ook alweer? Tromp. Ik weet het niet. Hoe heet de plek waar wij vandaag waren? Hoe heet de plek waar wij vandaag waren? Ja, Arc de Triomphe, inderdaad. En jij wou zeggen? En de Eiffeltoren. Ja. En we zijn naar de Eiffeltoren. Leuk. Maisie heeft trouwens vandaag nog zo'n koffertje gekregen. Dit is dan de Anna-versie. En... Nee, dat is Elsa. Sorry, Elsa, ja natuurlijk. En Olaf met een knuffeltje erbij en kleertjes en een bedje. Precies. En Ian heeft Black Panther met dit en Ian, een spelletje. Ian, laat maar zien wat hij allemaal kan. Was het voor de Switch, toch? Ja. Jane heeft een Mickey Mouse board en een Mickey Mouse knuffel. Wauw, het regent echt hard. Wij gaan nu het hotel, de hotelkamer verlaten. Het is echt heel hard aan het regenen. Jammer dat het nu regent, maar het is gelukkig wel 22 graden. En wij gaan nu ontbijten en dan... gaan we misschien nog even het park in en dan gaan we weer terug naar huis. Ik heb echt ballen. Doei, hotelkamer. Dat vergeten we. Let's go. We gaan even ontbijten en dan komen onze spullen halen. En dan gaan we naar huis. Vandaag is het ander soort weer, ja. Elke dag was het weer maar rood vandaag. Ja, en eergisteren, toen waren we allemaal nat geregend tijdens de parade. Eergisteren. Dat zei ik toch? Nee, ik zei gisteren. Klopt. Anders kan je niet naar huis. Nou, nu gaan we echt weg uit het hotel. Wat, hoe film ik? Waar is hij? En iedereen vergeet de tassen? Nee, die gaan we niet vergeten. En dit is Mickey die Sharon heeft gekregen. Ja, lief hè. Hij zwaait naar jullie en hij klapt en het is een baby Mickey. En het is Chicken Wing. Chicken Wing? Chicken Wing. Gewoon even helemaal zenuwachtig. Nou, let's go. Ik heb ook hem ingeklapt. We zijn onderweg naar een overdekte winkelcentrum. Want toen we hier net aankwamen de eerste dag, waren we ook naar een overdekte winkelcentrum. En dat was eigenlijk wel heel leuk. Dus, en het regent heel erg en we willen nu nog niet naar huis. Dus we gaan dat eventjes doen. Nou, wij zitten nu even kijken, hoe lang rijden we eigenlijk al? Eigenlijk sinds, oké, 3 uur. Langer. Of langer, we zijn de tijd kwijt, maar nu is het 3 uur. We staan de hele tijd een beetje in de file en zo. 3 uur en 20 minuten. Oké, 3 uur en 20 minuten. We hebben echt heel veel in de file gestaan en we rijden dus nu net pas weer. En Shane moet er echt uit. Hij moet even eten. Hij moet er echt eventjes uit. En hier de meeste, ja oké. Okay. Op zoek naar een etensplekje, zeg maar, waar we eventjes kunnen stoppen langs de weg om te eten. We hebben niet geluncht. We zitten eigenlijk al de hele tijd gewoon vast in de auto. En we hebben alleen in het hotel ontbeten. Dus ze zijn allemaal een beetje nu zeurderig en dat soort dingen. Ik had wel wat kleine dingen voor hun, zeg maar, mee in de tas. Maar dat is nou niet echt een maaltijd.
Ja, dus als we gaan eten duurt het nog weer wat langer. Maar ja, goed, dat moet gewoon echt even gebeuren. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. We hebben het hartstikke leuk gehad in Disney. Terugweg is gewoon heel veel geduld hebben, net als de heenweg. En ja, leuk dat jullie keken. En als jullie niet keken? Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En laat de reacties ook leuk. Nee, nou ja, als ze tot dit gedeelte nog steeds aan het kijken zijn, dan hebben ze wel gekeken. Of ze hebben doorgevoegd. Zeg maar dag!